Hallo instructeurs. Dit is een korte video om je te helpen met het voor de eerste keer downloaden van je kids in het digitale kidportaal. Ga pas voor het eerst naar dit portaal nadat je een e-mail van ons hebt ontvangen waarin we je laten weten dat je digitale release klaarstaat om te worden gedownload. Je kunt de browser van jouw keuze gebruiken, maar onze ervaring is dat Google Chrome de beste keuze is voor het downloaden van de digitale kids. Dit is het internetadres. Deze link staat ook in de mail die je van ons ontvangt. Je kunt de taal hier in de hoek veranderen. We raden je aan om deze pagina aan je favorieten toe te voegen, zodat je de site in de toekomst makkelijk kunt terugvinden. Je moet je bij het eerste gebruik van het portaal registreren. Doe dit op je thuiscomputer of laptop en niet via een mobiel apparaat. Vul je e-mailadres aan de rechterkant in en volg de instructies om een e-mail met het tijdelijke wachtwoord te ontvangen. Hierna kan je een permanent wachtwoord kiezen die je daarna ieder kwartaal kunt gebruiken. Zodra je bent ingelogd, zou je je kids moeten zien. De videodownload is in twee delen opgesplitst. 1. Masterclass video. 2. Education. Voor ieder deel kun je kiezen tussen twee videokwaliteiten. De desktopversie ziet er goed uit op je computer of televisie en de mobiele versie ziet er goed uit op een tablet of smartphone. Deze zal snel downloaden en je kunt later kiezen welke bestanden je met je telefoon synchroniseert. Zorg dat je de kids binnen 180 dagen downloadt. Wacht dus niet langer dan 180 dagen. Als je klikt op download het bestand, zou de download moeten beginnen. Maar als je gevraagd wordt om het bestand te openen of op te slaan, is het zeer belangrijk dat je voor de optie opslaan kiest. Zodra je de bestanden hebt gedownload, kun je ze doorgaans vinden in de Mijn Downloads map. Gebruik de zoekfunctie op je computer en vul de naam van het bestand in als je deze map niet kunt vinden. Open nu de bestanden. Als je dubbel klikt op het bestand, zal deze in de standaardspeler openen. We adviseren je om bestanden met iTunes of VLC Media Player te openen, zodat je de stemmen en de ondertiteling aan of uit kunt zetten. We adviseren je om niet Windows Media Player te gebruiken, omdat deze speler niet alle functionaliteiten ondersteunt. In veel gevallen kun je de bestanden gewoon naar iTunes slepen. De muziek en de choreografie zitten in een zip-bestand. Dubbelklik op het bestand en sleep de bestanden de map uit om ze uit te pakken. Je moet dit doen voordat je de bestanden in iTunes zet, omdat je mappen niet in iTunes kunt zetten, alleen losse bestanden. Nu hoef je alleen nog je digitale releases te synchroniseren met je mobiele apparaat en je bent klaar om te leren. Volg de instructies die bij je apparaat zitten. Er zijn vele andere handleidingen om bestanden aan iTunes toe te voegen of ze met je mobiele apparaat te synchroniseren, dus check deze ook. Als je er niet uitkomt na het bekijken van deze video, bel ons dan even op en we helpen je op weg. Geniet van je digitale kit!